Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tijdens de avond en nacht is er een enkele regenbui mogelijk in het binnenland, terwijl het droog blijft in het kustgebied. Aan het einde van de nacht is er kans op nevel in bepaalde gebieden. Morgenmiddag zijn er lokaal perioden met buien. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het morgen lokaal winderig kan zijn met enkele windstoten die voornamelijk in het kustgebied worden verwacht in de middag.